Dus zeg maar een premium abonnement van een meisje betaald om te kijken, zeg maar, nader. Broertje. Yo, beste kijkers, mijn naam is Tempus en vandaag sta ik in Rofa en ik sta vandaag naast. Cookie Tension. Je weet zelf, man. Hé, vandaag ga ik vragen aan de jongens, heb je wel eens een Snapchat premium account gekocht? Heb jij wel eens iets gekocht op Snapchat? Nee, man. Ik doe daar niet aan, man. Ik koop geen premiums en dingen. Ja, wat met dat geld dat ik aan hun ga besteden, dan kan ik net zo goed een abonnementje op Bang Bros nemen of zo. Ja. Gekke hoesjes, man. Fuck dat. Vertel even meer over die hoesjes, man. Ja, kort gezegd, ik verkoop een paar boze hoesjes. Moment hoor. Ik ga even een paar voor jullie trekken. Ik heb hier een paar stuks. Ik heb hier ook. Ik heb ze voor iPhone, ook voor beperkt aantal soorten, voor Samsung toestellen. Zie je dat ik een paar boze ogen AirPod hoesjes heb. Kijk, dit is een beetje bling bling. Dat is ook leuk voor de dames, voor AirPods 1 en 2. Maar we hebben ook voor de AirPods Pro. Daar heb ik bijvoorbeeld een PS5 joystick voor de heren die AirPods Pro hebben. Pro's en de La Casa de Papel fans. Heb ik Bella Ciao. Heb ik eentje met een bankoetje erop. Volg hem sowieso. Staat hieronder, je weet zelf. Instagram ook van mij staat hieronder. Snapchat ook staat hieronder. Laat dat bladduimpje achter. Abonneer. Push me naar de 50k, man. Hé, kom op, man. Push, push, push. Die 50 kop, man. Eerlijk, zeg ze, man. Ja, toch. Voor de kijkers. Zeg je mensen, laten ze Tempus kijken en abonneren. Liken, subscriben. Is belangrijk. Sowieso een tikke SO naar de cameraman Lorenzo. Ga die man volgen. Staat hieronder. Jesse. Ja, toch. De vraag is heel simpel. Heb je wel eens een premium Snapchat account gekocht? Een abonnement van een dame? Nee, man. Nee? Zou ik zelf nooit doen, man. Weet je wel wat het is? Ja, het zijn die... Een soort van die Snapchat only fans, zeg maar, toch? Hij weet gelijk, hij weet. Ja, maar broer, je ziet overal die video's, zeg maar, op YouTube en zo. Maar ze... Ik zie ze ook, man. Maar broer, ik zeg eerlijk, ik zou het zelf nooit doen, man. Broer, ik kan net goed porno kijken, broer. What the fuck? Wat ga je pijzen, zeg maar, voor voor Snapchat accounts. Snap je? Snapchat nog. Je gaat nog door die story. Je gaat klikken. Je hebt niks gezien. Broer. Sommige foto's en filmpjes zijn niet eens echt, broer. Sommige toch zijn van boys die foto's pakken via internet, toch? En dan gaan ze die mannen oplichten, je weet toch? Ja, nee, man. Is niet lauw, man. Fire, man. Nee, kan echt. Cool, man. Wat wil je zeggen tegen de mensen die het wel kopen, zeg maar? Je bent dom, man. Nice. Ahmed. Hoe je maar ook geven? Oké. Doe je een buy? Een premium account, abonnement, of a girl? No. No? No. Okay. You know people that do that? Few people, yes, I know that. A lot of people or a little bit? A little bit few, yeah. Okay. Yeah, I think I have a mixed feeling about it. I think if you are a real guy, you should be able to like do without it. But on the other hand, if it's good for you, hey, suit yourself, you know? Do it. Right? Do it. I say no. I say no too, but if you want to do it, hey, go ahead. Yes. Have a nice day. These are the last days of the summer, so enjoy it and bless. Bless. Deze man wil een SO doen. Doe je SO, bro. SO naar Yusuf, SO naar Kan en SO naar Emre. Je weet zelf, zijn strijders. Hi, love. Yes. Ik sta hier met Jordan. Glody. De vraag is, heb je wel eens een premium account aan een abonnement van een chickie gekocht op Snapchat? Huh? Nee? Nee, man. Tuurlijk. Ja? Denk je niet, zeg maar, dat boys dat stiekem doen of zo misschien of iets? Nee, dat zijn horse kills, man. Daar fok ik niet mee. Nee, man. Dat zijn rare guys. Dat zijn horse kills. Broer. Ja, man. Zie je dat, zeg maar, vaak voorbij komen op Snapchat? Dat gewoon, dat ze zeggen van, ja, wil je premium kopen of zo? Dat je dat, zeg maar, aangeboden krijgt? Ja, koude vaak. Is normaal Rotterdam toch? Nee, man. Normaal hier? Ja, man. Oké, man. Van wat wil je zeggen tegen de mensen die dat doen? Ja, doe je ding, man. Het is niet je toch? Boeit me niet of zo. Is cool, man. Jij? Ja, gewoon doe je ding, man. Ik sta hier met? Tarek, man. Tarek. Oké. De vraag is, heb je wel eens een premium account? Dus zeg maar een premium abonnement van een meisje betaald om te kijken, zeg maar, nader. Broer, je zegt... Nee, man, broer. Je zegt normale vraag. Nee, man. Sowieso niet. Op Snapchat, toch? Zie je het vaak, zeg maar, voorbij komen. Ja. Dat... Oké. En ja, wat doe je ermee? Gewoon weglaten, toch? Weglaten, man. Ken je wel boys die wel op die dingen zijn? Jawel. Jawel? Jawel, man. Die boys toch? Ja. Die pakken zeg maar filmpjes en foto's via internet en dan doen ze alsof ze meisjes zijn en dan krijgen ze geld via die jongen, omdat ze dan niet meer toch gehoord zijn zoals jij zegt. Dus ja, dan word je opgelicht toch? Ja, man. Ja, dat wel, man. Zeker.
Nog een bericht naar de mensen die het wel kopen en die het wel doen. Wat raad je de mensen aan, zeg maar? Geef die geld uit aan betere dingen, man. Heb je geld uit aan iets nuttigs, toch? Aan iets nuttigs, sowieso. Ja, heb je eventjes, je weet toch? Ja, ja, investeer ermee of zo. Doe iets leuks ermee. Like en abonneer. Zo. Ja, toch. Thanks, man. Rustig. Ik sta hier met? Demi. Mayra. Shafiq. Demi. Oké. De vraag is, wat vind jij van Snapchat Premium Accounts? Ik vind het, waarvoor is het nodig? Ik vind het gewoon, je hebt geen manieren als je dat doet, toch? Je zet jezelf gewoon voor schut en zo, je hebt geen zelfrespect als je dat doet. Maar ja, toch doen veel meisjes het omdat ze het leuk vinden en zo, moeten hun weten, maar ik vind het gewoon, ze geen zelfrespect hebben. Ja, ik weet niet, het is geen zelfrespect toch? Je hebt geen respect voor meisjes en voor jezelf. Dus ja, ik weet niet wat ik precies van moet vinden. Wat vind je van de mensen die zeg maar mensen oplichten? Want dat zijn ook jongens die gewoon mensen oplichten, zeg maar, je weet toch? Ja, ik ken er wel een paar, maar ik weet niet. Heb er een paar? Ja, ik ga geen namen zeggen, sowieso niet. Ik ga geen namen zeggen. Maar het is meer van, als jij ermee door wil gaan, moet je het doen. Maar als je wordt gecashed, is niet mijn probleem. Ja, maar dat is wel faya toch? Natuurlijk is het faya, maar ik ga ze niet tegenhouden. Raar. Eigenlijk al mijn meningen zitten tussen die van hun. Het is gewoon geen zelfrespect. En sowieso, waarom zou je tijd daarin steken? Heb je nog een bericht naar de mensen thuis of zo? Of naar de mensen die het doen of de mensen die het verkopen of zo? Nee, eigenlijk niet. Weet je, ze doen hun ding maar lekker. Ik ga me niet bemoeien. Ik zou het niet doen als ik hun was. Ik zou niet doorgaan. Ga naar school of zo, ga werken. Ga je tijd niet verspillen aan dat alsjeblieft. Wil jij nog? Kom niet in mijn snap, kill. Kom niet in mijn snap. Ga je nu al zeggen, kom niet in mijn snap. Verwijder je snap. Verwijder je snap, ga iets doen met je leven. Oké, sta je met? Milendi. Meredith. Oké, de vraag is, wat vind jij van Snapchat premium accounts, abonnementen zeg maar op Snapchat? Hey, als je zo je geld kan pakken, ik judge niemand. Ja, meiden moeten doen wat ze moeten doen toch? Als hun daarmee comfortabel zijn om zo te leven en hun familie en zo vinden het niet erg, waarom niet? Ja, ik zelf niet, maar nogmaals, ik judge niemand. Wat vind jij ervan zeg maar, dat boys foto's pakken van meisjes via internet en dat verkopen aan jongens? En ja, eigenlijk ligt ze gewoon die jongens op eigenlijk aanstand. Oké, je mag je schelden hier. Tuurlijk. Oké, ja, dan ben je gewoon een bitchboy man. Ben je gewoon echt een kleuter. Je bent niet, het term man ben je niet waardig, punt. Ja, hetzelfde als haar, dat kan gewoon niet. Maar als meisje moet je ook niet zulke foto's online brengen. Houd dat voor jezelf. Dat is één, maar ten tweede, die jongen moet ook niet zo laag zijn om die foto's door te komen. Want zij heeft vertrouwen in die guy. En daarom stuurt ze het. Ja, gewoon foto's die op Google staan van meisjes of zo. En dan gaan ze doen alsof ze een meisje zijn. En dan gaan ze die jongen catfish zijn en uiteindelijk pakken ze geld. Zo ja. Heftig man. Nou, ik hoop niet dat ik in zo'n situatie terecht ga komen ooit. Ik zeg eerlijk. Heftig hoor. Dat is gewoon nu wat er nu gebeurt. Is nu gewoon van deze tijd, snap je? Ja, wees voorzichtig mensen. Wees gewoon echt voorzichtig meiden. Blijf veilig man. Echt. It ain't safe on these streets. Jij nog? Ja, kijk uit wat je doet. Dat is één. En inderdaad, ja, pas op met wie je te maken hebt. Sta je met? John, man. Oké, de vraag is, heb je wel eens een premium account gekocht? Abonnement op Snapchat van een dame, zeg maar. Weet je wat het is? Nee, maar ik weet niet eens wat Snapchat is, man. Ik weet wat het is, maar ik heb het nog nooit gebruikt, man, eerlijk gezegd. Hij heeft geen Snapchat, man. Nee, man. Chat. Oldschool, man. Nee, man. Ik ben oldschool, man. Oké, maar weet je wel wat, zeg maar, wel wat het is, zeg maar? Ja, ik weet wat het is, man. Dat is mijn mening, is dat ze moeten doen wat ze moeten willen doen, toch? Oké, duidelijk, man. Wil je nog wat zeggen, misschien nog erover nog? Ja, want ja, heel veel meiden zeg maar, worden wel gewoon voor gebruikt. Zeg maar. Er zijn zelfs jongens. Dat is wel slecht. Als mensen worden misbruikt, dan ben ik er wel tegen, weet je. Maar ja, mensen moeten doen wat ze willen doen, vind ik, weet je. Dat zit. Ik sta hier met? Merjan. Ja, toch. De vraag is, heb je wel eens een premium account op Snapchat van een dame gekocht? No, man. Nee? Hey bro, die dingen zijn oplichting, man. Hey, box. Jij hebt het door oplichting, zie je? Bro, dat zijn allemaal... Bro, dat zijn allemaal boys die dat doen, bro. Die ding is troep, man. Die Snapchat en zo, no? Bro, kijk, zeg je, weet je wat boys doen? Moet ik je zeggen. Ze maken screenshot van wijven. En daarna zetten op een vaas, ze verdienen doeken. Het is wel slim. Ik zou het ook doen, maar... Je weet gewoon, je gaat alleen... Begrijp je? Dus het is allemaal troep, man. Ik zou het niet doen, ik zeg eerlijk. Bro, je hebt ook tegenwoordig sites. We gaan via daar die shit doen, bro. Wat ga je betalen voor dingen, bro? Zonde, man. Sowieso. En dikke SO naar deze man. Voilà, blijf ze ding checken. Het is gewoon dikke SO naar deze man, sowieso. Ik sta hier met? Jenna. De vraag is, wat vind jij van Snapchat premium accounts? Is een beetje raar, maar ja. Je verdient er wel geld mee. Maar is een beetje, ja. Kan niet eigenlijk, hè? Nee, echt niet. En mensen die dat wel doen, zeg maar?
Dat was zo'n van Kiki Tank. Hoe heet die meisje ook alweer? Ik weet echt niet. Ik weet wel, Ermina toch? Ja, zij deed dat. Zij deed dat. Ja, zij deed dat. En wat vind je nog steeds? Ja. Maar ja, wat vind je van mensen die dat gewoon doen? Gewoon, wat voor mening heb je over zulke mensen? Ja, gewoon apart. Maar ja, als je zo zelfverzekerd bent, dan ja, waarom ook niet? Want de mensen doen ook gewoon porno, toch? Ja, oké. En ken je nog meer mensen misschien nog die het verkopen, zelfs die accounts ook verkopen? Gewoon jongens of zo misschien? Nee, jongens niet. Maar jongens vragen ook soms om foto's en zo. En dan dat je voor geld betaalt, toch? Ja. Dus maar voor de rest, nee. Oké, ja, wat vind je van de mensen, zeg maar? Kijk, er zijn boys toch die foto's pakken via Google. Ze lichten jongens op. Wat vind je daarvan? Gewoon, je weet toch, ze catfishen gewoon die jongens. Gewoon. Wat vind je daarvan? Wie? Jongens. De meisjes? Ja, jongens doen dat. Jongens doen zich voor als meisjes bij jongens. Oh. Wat vind je daarvan? Het is wel slim, maar ja, als je heel dom bent, dan trap je erin. Maar het is wel heel makkelijk geld verdiend. Klopt. Zeker. Abonneer op zijn kanaal, like en ja, dat was het. Is goed, dankjewel. Toch sowieso dikke shout naar Ambu, Jiri, je weet zelf man. Hey, die hoodie is aan, hey. Snel bestellen man, link in de beschrijving man. Hey, waar wacht je nog op? Bestel die shit.